Oh shit! Dum dum dum! Yeah! Nee, ik speel geen 10 tieren vandaag! Lopen! Hallo jongens en meisjes van Tall Guns Gamer. Welkom weer bij deze nieuwe video, jongens en meisjes. Kanalen beoordelen, hashtag 11. Ik heb er best wel veel zin in. Deze keer ga ik het wel anders aanpakken. Want je moet namelijk de hele video afkijken. Want ik ga namelijk random ergens waar ik zin in heb vertellen hoe jij kans kan maken om jouw kanaal hier in mijn serie te krijgen. Dus blijf kijken, druk sowieso op dat duimpje omhoog. Wees geabonneerd. Ook vroeg ik op Twitter of jullie een langere aflevering wilden. En dat ga ik dus namelijk vandaag doen. Probeer het zo lang mogelijk te maken, maar niet zo lang dat het te lang is. Maar let's go. Laten we vandaag beginnen met de enige echte jongeman. Rens, yo Tolgan, hierbij geef ik toestemming om mijn kanaal te beoordelen later. Weet je, hij klinkt wel cool. Weet je, hij zegt ook later erbij. Ik weet niet waarom, maar dat klinkt gewoon fucking cool. Dus laten we beginnen. Je banner is best wel fucking cool. Ik moet eerlijk zijn, ik vind het er heel goed uitzien. Vooral omdat het zo ook clean is. Het is zo wit. Weet je, je hebt zo'n witte achtergrond genomen. Je hebt gewoon een foto van jezelf heel goed uitgeknipt. Dat is gewoon allemaal perfect gegaan. Mooi lettertype uitgekozen. En natuurlijk een heel stadje achter je, wat ik eigenlijk best wel mooi vind. Verder, als ik zo kijk naar je video's, je thumbnails heb je allemaal heel goed gedaan. Je hebt elke keer dezelfde soort design gebruikt voor je tekst. Alleen natuurlijk andere thumbnailfoto's. En dat is gewoon perfect. Dat heb je heel goed gedaan. Verder kan je misschien wel je beschrijving aanpassen. Want er staat nu letterlijk elke dag 8 uur een nieuwe video. Hoop ik. Dat is wel grappig natuurlijk, maar misschien meer informatie zoals al je social media. Hoeft niet per se, want hier staat natuurlijk ook je Twitter, je Instagram en dat soort dingen. Maar ik ga kijken naar je laatste video. Fake or real challenge. Voordat ik de video bekijk, ik kijk even naar je beschrijving en je beschrijving moet je echt even aanpassen. De beschrijving is helemaal bedoeld voor echt alle informatie. Onder andere wat je ook hebt gedaan met, hey, wat er in deze video allemaal gebeurt, dat heb je gewoon letterlijk ook geschreven. Dat hoort ook zo, dat kan je ook doen. Maar je moet ook echt veel meer informatie erin doen. En ik merk meteen nog iets, en dat moet je zeker veranderen bij licentie. Want hier bij licentie heb je namelijk staan Creative Commons licentie, naamsvermelding, hergebruik toegestaan. Want wat jij nu eigenlijk zegt, is andere mensen kunnen jouw video downloaden en kunnen gewoon dat uploaden en zeggen van, hey, deze video is niet van mij, maar hier is wel weer een soort van meer mijn video. Dus mensen kunnen serieus je video's nakken. Dus verander dit naar gewoon de normale, de standaard YouTube licentie. Dat kan je bij mij ook hier beneden zien. Scroll maar beneden naar de beschrijving, dan zie je gewoon de standaard YouTube licentie. Dat moet je ook doen, oké? Okay? Dan kunnen mensen je video's niet nakken, tenminste, zonder dat het legaal is, snap je? Dus ik ga even kijken. Fake or real challenge. Ah, yeah. Yo, dames en heren, mijn naam is Dennis. Welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag ben ik hier weer met de man. Dit heb je best wel leuk gedaan. Gewoon muziek in het begin wat harder dan natuurlijk als je begint met praten. Een blur overheen gedaan. Informatie van, hey, weet je, het is op dit moment zoveel tijd, dit, datum. Weet je, dat vind ik wel leuk dat je dat hebt gedaan. Het is origineel, dat doen niet heel veel mensen. En dat is wel mooi. We gaan kijken of we weten of een foto is gefotoshopt. Ook heb je heel goed geknipt. Dus ik laat zo meteen foto's zien aan Jus en aan mezelf. En dan staat er real or fake. Oftewel nep of echt of nep. En dan gaan we kijken of we dat goed hebben of niet. Let's go. Nou, foto 1. Jullie zien dus hier het plaatje. Wat denk jij? Verder heb je het allemaal echt heel goed gedaan. Je hebt 176 abonnees. En ik moet eerlijk zijn, je kan er veel meer hebben. Dus allemaal, abonneer op deze gozer. En jij thuis daar, fix even je beschrijving, je licenties en dat soort dingen. En dan komt het helemaal goed. Gaan we door naar de enige echte weirdo show. Hey Tolgan, ik geef toestemming om ons kanaal te beoordelen. Tolgan, hoi, XD. XD, ik zeg ook zo vaak XD. Ik weet niet waarom ik XD zeg, maar het klinkt zo droog dat het grappig klinkt. Dus ik ga even kijken naar de enige echte weirdo show. Gekeken naar je banden, zijn jullie met 1, 2, 3, 4, 5 mensen. En dat is best wel leuk. Een kanaal hebben met 5 mensen, een crew, dat is echt fucking leuk. En verder vind ik het heel leuk gedaan hoe je de banner... Ja, de banner is gewoon heel leuk. Ik zeg je eerlijk, je hebt een logo, je avatar, whatever, heb je gewoon in het midden geplaatst. Met allemaal jullie eromheen. Zaterdag 5 uur, alle informatie die nodig is. Jullie hebben zelfs een website, www.theweirdoshow.nl. Twitter, Instagram, Facebook hebben jullie echt perfect gedaan. Geen opmerkingen daar verderop. Ik kijk naar je thumbnails en je thumbnails zien er allemaal heel goed uit. En dat komt gewoon puur omdat jullie ook dus één bepaald design hebben. Dus bijvoorbeeld dat jullie een paarse of nou, ik weet niet, ik ben een beetje kleurenblind al. Ik weet serieus niet. Ik ben soms echt heel kleurenblind. Het kan of donkerblauw zijn of paars, oké? Ik denk donkerblauw. Donkerblauw, ja, het is donkerblauw. Ik ben kleurenblind, oké? Ga naar over en dan zie ik dus bijvoorbeeld heel veel informatie. En dat is ook nodig, want je hebt dus iets van, hoeveel mensen heb je nou? 5, hè? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, je hebt 5 mensen. Dus je moet 5 mensen Twitter, Facebook of whatever informatie moet je geven. Dus stel je voor, ik kijk in een van deze video's en ik zie de enige echte Stef. Of ik zie Denise of Ivo of whatever, Kevin. Weet je, dan denk ik van, hé, ik vind hem eigenlijk grappiger dan de rest. Ik ga even naar zijn Twitter kijken en hem followen. Of je gaat ze gewoon natuurlijk allemaal followen, dat kan ook, weet je. En ik ben een beetje raar bezig, maar jullie snappen wat ik bedoel. Ik vind het een hele goede kanaal. Ik vind het een hele goede kanaal, goede thumbnails. En nu ben ik benieuwd naar de Mother Reacting video. Let's go. Stef wordt nat. 2, 1. Dus kijk je mee. Oh, is dit de intro? Ja. Dus kijk je mee naar de Weirdo Show! Hallo, ik vind het heel leuk gedaan. Bij de Weirdo
Show! Vandaag gaan we I Dare You. Oh mijn god, dit is best wel hard. Leuk geëdit. Goeie achtergrondmuziek, past er allemaal bij. Yalla, ga springen, yalla. Yalla! Yes! Woe! Ah, ga erin, noep, kom op! Paralyzed! Oh shit, die herhaling ouwe. Oké, dat zag er echt heel cool uit, die herhaling. Die in slow motion, dat zag er echt fucking nice uit, holy shit. Maar dit is ook weer een heel goede kanaal. Al moet ik zeggen, in je beschrijving kan je ietsje beter doen met de ruimte die ertussen zit. En met hoofdletters en met punten en dat soort dingen. Maar verder weet je, hey, het ziet er gewoon wel perfect uit. Gaan we door naar It's Ro. Oeh, het is een jongetje die ik ken. Jongetje, ik weet niet waarom ik jongetje zeg, hij is klein. Weet je, ik ken hem via de YouTube Gathering, heb ik gechilled met hem. Ik ga even kijken naar zijn kanaal. Ik moet zeggen, het is weer zo'n persoon die een heel clean banner heeft. Al moet ik zeggen, één iets die ik erbij moet vermelden is dat deze avatar die mensen maken, ik vind het niet echt wat. Ik weet niet waarom, maar je hebt zeg maar wel een gezicht, maar je hebt zeg maar geen ogen en geen neus en geen mond. En ik weet niet, dat mist toch wel. Dat is toch wel heel wat kenmerken die belangrijk zijn aan je gezicht, toch? Ik bedoel, kijk, de vorm van je gezicht en je haren en zo, dat heb je gewoon heel goed gedaan, weet je. Voor die grapje die het heeft gemaakt heb ik het niet over. Dat is gewoon cool, maar ja, het mist best wel heel veel. En ik weet niet, mensen vinden het heel leuk. Dus voor jullie, oké, geweldig. Maar ja, ik moet zeggen, ja, whatever, man. Maar verder, de thumbnails kunnen wel heel veel beter, moet ik eerlijk zijn, man. Het is zeg maar een beetje apart. Want hier heb ik bijvoorbeeld, wat willen jullie zien? Een heel andere soort tekst gedaan. Of nou, het is wel dezelfde. Nee, het is niet dezelfde lettertype als die, nee. Daarom ziet het er ook een beetje anders uit. Dus misschien moet je echt toch wel voor gaan voor één lettertype. Want hier heb je ook weer een ander lettertype. Hier heb je ook weer een ander lettertype. Al moet ik zeggen, wat willen jullie zien? Dat je dat met een andere kleur doet. Daar kan je wat mee doen. Dat is een ander iets dat mensen niet meer doen. Dus je kan bijvoorbeeld echt voor je toekomstige video's proberen één bepaald woord een andere kleur te doen. En ervoor te zorgen dat het een beetje origineel uitziet. Maar dat doe je heel goed. En ik ga gewoon deze video kijken, want ik zie mijn hoofd. Ja, weet je. Ik zie gewoon mijn hoofd, dus. YouTube. Op de YouTube gathering. Yeah. Kill. 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 Oké. Okay. Oh shit. Ik heb de camera, boys. Gamer. Yeah. Nee, ik speel geen 10 tieren vandaag. Lopen. Oh shit. Later. En verder heb je dit heel leuk gedaan. Dat je met alle YouTubers op de foto natuurlijk bent geweest. En dat je dat dan achter elkaar heel leuk hebt geplakt. Ook heb je wel een goede beschrijving. Dus let op je thumbnails. Ja, verder. Lekker bezig, man. Yo, Tolkan. Je hebt mijn toestemming om mijn kanaal te beoordelen. Rustig aan spelen. Rustig aan het spelen. Ik ben benieuwd naar je YouTube kanaal. De lag is er, hoor. Ik ga even kijken naar je fucking banner. Je banner vind ik best wel cool uitzien. Ik zeg het je heel eerlijk. Alleen ik snap niet waarom je hier bij dit stukje zo'n rode fucking vlak erin hebt gedouwd. Ik snap dat niet echt. Want dat zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat het er heel onduidelijker uitziet. Maar verder vind ik dit wel heel leuk gedaan. Dat je dat allemaal in een vakjes hebt gedaan en zo. En dat je die mannetje daar ziet. Weet je, ik vind dat wel oké. Alleen moet ik eerlijk zeggen. Je avatar, ik weet niet of jullie die kunnen zien. Ik laat het wel zo zien. Je avatar... Dat is niet zo heel netjes. Ik ga even heel eerlijk zijn. Dat moet echt veel beter. Dat is namelijk echt, dat ziet eruit alsof je het hebt ingekleurd op een fucking blad. En dat je dat dan hebt gescand. En dat je dat dan hebt geüpload op YouTube. Snap je? Daar moet je zeker even aan werken. De lag is hoor. Slitter.io. Hashtag 1. Je hebt geen beschrijving. Dus fix dat. Fix ja, beschrijvingen. Fix alles, oké? Okay? Afspeellijsten, whatever. Moet je allemaal fixen, oké? Okay? En verder, je intro. Je intro is een template die je gewoon kan downloaden. Dus zorg ervoor dat je gewoon een intro hebt die niet getemplate is, weet je. Dat is ook allemaal fucked up. En hier staat bijvoorbeeld, er is best veel lag aanwezig. Sorry. Wat je dan moet doen, is je moet gewoon je lag fixen. En die video opnieuw opnemen, oké? Okay? Dat is het beste wat je kan doen. Niet iets uploaden wat je niet chill vindt, snap je? Als je het zelf niet leuk vindt, dan... Ja, dan hoe verwacht je dat de anderen het leuk gaan vinden, snap je? Slitter.io. Je kan het al zien. Wel moet je echt even die zwarte balkjes aan de rechter en de linkerkant fixen, want dat irriteert wel best wel hardcore. Kijk, ik heb bijvoorbeeld in mijn vorige video, dat ik bijvoorbeeld die avatar shit deed, dan heb ik expres, heb ik zwarte balkjes daar boven en beneden gedaan om een soort van een film, een soort van een trailer gevoel te geven aan jullie, een epic trailer gevoel te geven. Maar bijvoorbeeld als ik naar een game video kijk, dan wil je dat natuurlijk niet. Dan wil je gewoon letterlijk full screen hebben, widescreen 16, 4 of whatever, weet je, bullshit. Maar fix die shit, oké? Okay?
Ja, je hebt wel goede licentie, joh. Standaard YouTube licentie. Hey. Ah, Tolkan. Wil je mijn kanaal beoordelen? PS. Beter maken wat langere video's dan dit. En dat ga ik dus doen. En daar ben ik mee bezig. Holy shit. Game Mentor. Ik vind dat een epic naam. Ik vind dat echt een epic naam. En Japaner ziet er goed uit. Ik vind het een originele naam, moet ik eerlijk zijn. Japaner is gewoon heel goed. Ik vind dat zeker goed. En ik heb er niks op te merken. Maar het met Japaners is nog... Want kijk, er zijn een paar goede bij. Snap je? Je hebt gewoon bijvoorbeeld hier, ik vind het een hele goede banner. En daar heb je bijvoorbeeld gewoon een foto gebruikt. Weet je, kan ook, weet je. Dat ligt aan jou. Maar bijvoorbeeld dit, dat 400 subs staat en groene achtergrond, dat past gewoon niet, jongen. Holy shit. Of hier? Nee, met tekst erop, weet je. Alleen maar dat. Ik weet niet, het is gewoon niet dat het lekker uitziet. Snap je? En thumbnails, ik weet niet hoor, misschien ligt het aan mij, maar thumbnails moeten er zeg maar lekker uitzien. Maar bijvoorbeeld Let's Play Lucius, hashtag 1, dat ziet er gewoon goed uit, hoor. Ik vind dat er netjes uitziet. Maar ik ben benieuwd, ik had dat al een beetje afgespeeld. Ik ga kijken naar je Material King in de Valgelok Horror Game. Outlast, hashtag 4. Voordat ik de video begin wil ik even zeggen dat dit niet de bedoeling was. Bij de volgende aflevering is het nog steeds. Maar no, je green screen. Oh. Maar ja, je hebt het wel even. Okay. Ik haat 3D intro's, jongens. Okay? Ik haat 3D intro's. Maar ja, hij ziet er wel goed uit, hoor. Weet je, als je het cool vindt, vind ik het helemaal mooi. Ik vind het alleen niet zo heel chill. Je video duurt trouwens wel 14 minuten en dat is chill. Dat vind ik heel chill, weet je. Als mensen wel gameplay video's dan wel een beetje lang laten duren, anders is het fucked up. En je beschrijving ziet er gewoon goed uit. Daar moet ik eerlijk in zijn. Alleen, je hebt ruis. Je hebt best wel wat ruis. En dat komt gewoon omdat je gewoon je headset, microfoon gebruikt. En ja, weet je, daar kan je niet zo heel van. En dan moet je gewoon eigenlijk een betere mic ook. Maar het is niet, zeg maar, zo dat het irriteert of zo, weet je. Dus dan vind ik het niet zo heel erg. Maar ik dacht, ik zeg het even. Kan je misschien binnenkort ervoor gaan sparen of wat dan ook. Snap je? Verder heb je geen lag of zo. En knip je best wel goed. En het is altijd chill natuurlijk om bij gameplay video's een greenscreen te gebruiken. En dat kan ik zelf eigenlijk niet doen, omdat ik daar de ruimte niet voor heb. Want ik woon letterlijk in een heel klein kamer. Dit is gewoon een kast, dus ik kan het zelf niet doen, maar als ik het wel zou kunnen doen, zou ik het doen. Snap je? Dus dat vind ik heel chill dat je dat hebt gedaan. Natuurlijk, verder wel even die shit fixen, maar ja, het kan gebeuren. Leuk kanaal, man. Leuk kanaal. Ga zo door. Origineel naam. Ziet er goed uit. Eén woord. Toestemming. Okay, Retro Games NL. Holy shit, ik vind het wel... Ik weet niet, je banner is opvallend. Ja, dat is wel een heel mooi woord om te zeggen. Het is echt opvallend, het is geel. Je hebt best wel veel informatie ingedaan, gewoon je social media natuurlijk. En je hebt het best wel leuk gedaan met dat je, zeg maar... Je controller heb je zelf getekend. En dat merk ik meteen, dat het echt getekend is via Paint of zo. Ik weet niet precies wat het is, maar het is gewoon zelf getekend. En dat vind ik cool, weet je. Het is gewoon leuk, je hebt die best gedaan. Alleen die explosie rechts kan je misschien weghalen. I don't know, ik vind dat er een beetje fucked up uitzien. Vooral omdat het hier snijdt. Snap je, dan lijkt het een beetje te nep. Dus ja, misschien kan je dat wel even oplossen. Ik ga verder kijken naar je video's, je thumbnails. Je thumbnails zien er echt heel goed uit. Want je hebt weer een soort van ander design met bijvoorbeeld dus oranje balkjes eromheen. Weet je, dat zijn allemaal leuke dingen. Kan je allemaal doen. Het ziet er leuk uit. Het ziet er vrolijk uit. En dat is een heel mooi woord. Het ziet er gewoon vrolijk uit al. Hè? En dat is nice. Je beschrijving alleen kan je aanpassen met wat meer informatie, afspeellijsten, wat je ook wilt. Maar dit is ietsje te minder, weet je. Maar als mensen bijvoorbeeld naar je video's kijken en ze willen meer weten over jezelf, kun je naar overgaan en dan kun je een klein beetje wat lezen wat je doet. Snap je? En dat is eigenlijk de bedoeling daarvan, denk ik toch wel. En het zorgt ook voor betere resultaten op YouTube en dat soort dingen. Dus misschien kan je dat even aanpassen. Verder vind ik het er heel goed uitzien. Ook heb je gewoon 3 afspeellijsten, 3 series die je gaande hebt op dit moment op je kanaal. Gaande, you wait. Je kanaal is gaande. Maar ik vind het er leuk uitzien, man. Zeker. Ik ga dus even nu naar je video kijken. We gaan racen. Echt het letterlijk hoe je het uitspreekt hebt gedaan. Dat is wel grappig. We gaan racen. GTA. Online racen. Race fun. You wait. Maar je beschrijving ziet er fucking goed uit. Kijk. Weet je wat je kan doen? Dit is ook origineel trouwens. Dit doen niet heel veel mensen. Dat doe ik zelf ook niet. Maar wat je kan doen is. Dit letterlijk. Kan je dit kopiëren plakken. En kan je dat bij je overzetten. Alleen jongens. Weer licentie. Mensen kunnen je video's nakken. Oké. Okay? Kijk, mensen kunnen nu je video nakken. Fix dat. Oké. Okay? Zorg ervoor dat mensen niet je video kunnen nakken. Oh, dat is leuk. Oh shit! Oh shit! Dum dum dum! Oh, mooie salto erbij. Holy shit, dat was zo droog, jongen. 3D intro, yeah! Oh, dit is best wel een goede intro. Alleen heel wazig. Ik weet niet, het is een beetje heel blurry. Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar verder ziet het er wel cool uit. Het is apart, weet je. Ik vind het wel nice. Ik zie niet heel veel van zulke 3D intro's. Meestal is het gewoon een tekst die dan een beetje springt op muziek en dan klaar. Maar dit is wat anders, hè. Ik weet niet. Het ziet er wat cooler uit of zo. Maar hij heeft wel een hele mooie auto. Je doet het met andere mensen. Ik heb geen custom cabrio, dus ik heb maar gewoon... Al moet ik zeggen, je hebt een plopkap nodig. En dat is dus nodig bijvoorbeeld als je de P zegt. Ik gebruik het zelf ook niet, hoor. Maar bij mij hoor je het niet echt zo heel erg. Maar als je bijvoorbeeld de P zegt, dan hoor je... Weet je, dat wil je niet hebben in je video. Dat lijkt echt af. Dus fix dat even. Een plopkap of weet ik veel, een betere microfoon, whatever. Fix dat sowieso. Maar verder aan je edits te zien en zo vind ik dat je het heel goed doet. Succes met je kanaal, man. Mota Dead FX.
Yo man, ik geef je toestemming om mijn video's te gebruiken. Let's go Motel FX. Je hebt 364 abonnees. Je maakt intro's? Ja. Oké, okay, dat zag ik al eigenlijk een beetje aan die FX. Je maakt dus 3D intro's. Ik hou niet van 3D intro's, maar... Snap je? Ja. Wat echt opvallend is en wat je echt niet moet doen is dit misschien. Dit deden ze vroeger altijd. Ik herinner me nog. Het was 2011 of zo. En toen had iedereen in de beschrijving had. One subscriber, done. En of een vinkje, weet je. One subscriber, vinkje. Dit, vinkje. Weet je, dat zijn je goals. Maar die hoef je echt niet hier bij je overschaan te schrijven. Want dat heeft er niets mee te maken, weet je. Dit zegt niet iets over je kanaal. Snap wat ik bedoel? Dit kan je misschien zelf gewoon in een kladblok doen. En voor jezelf houden. Want dat zijn jouw goals die jij wilt behalen. Snap je wat ik bedoel? Dus het is een beetje apart om dit gewoon in je beschrijving te doen. Dus fix dat. Doe dat niet in je beschrijving. Doe dat ergens anders. En verder, ik weet niet, man. Ik hou gewoon niet van 3D intro. Snap je? Dat is het. Het is vast wel allemaal cool. Weet je? Het is vast wel allemaal cool. Maar ik ben er gewoon niet van. En verder, dat geldt ook precies voor je beschrijving, man. Dat moet je ook echt kunnen fixen. Tolgan, mijn kanaal mag je reviewen. It's Buck Games. Let's go, man. It's Buck Games. Je hebt 400 abonnees. Je banner ziet er oké uit, weet je. Ik vind het allemaal goed. Het is Minecraft, dus het is een Minecraft kanaal. Ga ik vanuit. Alleen upload je niet heel vaak, merk ik. Maar ik ga alsnog even naar je laatste video kijken. Het is een vlog. Het is een vlog. 3D intro. Yeah, yeah, yeah. Oké, okay, ik ga even skippen deze shit. Kijken, met je gekke deus petje, weet je. Ik weet niet, man. Iedereen heeft die shit opeens. Ik weet niet of dat zo cool is of zo. Of ik heel achterloop op mode, maar ik heb die shit niet. Oké, okay, je gaat gewoon leuke dingen doen. Je zit in de auto, ga je basketballen? Oh, trampolines houden. Holy shit, nu ik erover nadenk. Trampo fucking lines, jongen. Weet je, ik heb daar heel veel verhalen over. Vertellen over die trampolines en dan ga ik ook meteen zeggen hoe jij dus thuis ervoor kan zorgen dat ik jouw kanaal beoordeel. Ten eerste, ik ging altijd vroeger naar Scheveningen, ja. Ik woon in Den Haag, dus het is niet heel ver vandaan. En ik ging altijd gewoon naar die trampolines achterin en ik ging daar echt no life, oké? Ik was daar letterlijk voor een paar uur lang was ik aan het springen. Want ik weet niet, maar ik vond trampolines vond ik gewoon fucking leuk. En dat deed ik ook. En toen ik in Turkije was het precies hetzelfde. We gingen gewoon naar een hotel. En als je mij even niet kon vinden, was ik gewoon bij de trampolines. Snap je? Dat is gewoon zo fucking leuk. Daar heb ik goede herinneringen aan en ik wil dit gewoon vertellen. En als jij wilt dat ik jouw kanaal beoordeel, dit is wat je moet doen, jongens. Niet spoilen, niet aan de andere mensen in de reacties vertellen, maar doe het stiekem. Jij moet gewoon in de reacties zeggen dat je toestemming hebt. Alleen moet je daarachter een smiley teken doen, oké? Gewoon een lach smiley teken. Maakt niet uit welke smiley teken. Doe allemaal aparte smiley tekens, ja? Als jij smiley tekens erachter hebt geplaatst, dan weet ik dat je deze video tot nu toe hebt gekeken. En niet spoilen voor anderen, oké? Wij gaan nog even een paar kanalen beoordelen. Vergeet ook niet dat duimpje omhoog. Duimpje omhoog, sowieso. Abonneer, ja. Zeeman Pro Gaming. Tolgan Abi beoordeel mijn kanaal. Wij Turken moeten elkaar herpelen. Je hebt mijn toestemming. PS, mijn eerste video's zijn slecht. Dus bekijk mijn laatste. Is goed? Saffe? Is goed? Ik ga jouw laatste video kijken. Je banner is alleen volgens mij genakt. Ik weet niet, maar je banner lijkt echt... Het ziet er echt uit alsof je hebt genakt. Maar ja, ik weet niet. Dus ga kijken. Giveaway uitslagen. What the fuck doe je al? Oké. Yeah. You know who it is. Oké. Oh my god. Holy shit, dit is zo eng eigenlijk. Ik zeg heel eerlijk, ik vond het echt fucking eng, ouwe. Maar ja, voor jou geldt eigenlijk ook hetzelfde, een beetje met je beschrijvingen. En je avatar moet je echt fixen, je designs, je thumbnails, weet je. En je doelen, haal dat, jongens, haal dat weg! It's all gone, je video's zijn baas, wil je alsjeblieft mijn kanaal beoordelen, want ik wil beter worden in het maken van video's. Je hebt daarom gewoon toestemming, JR Skills. Ik weet niet waarom ik zo met een apart accent praat, maar ik weet niet, dat kwam opeens in me op, oké. Het enige wat me echt opvalt is dat je echt een andere banner nodig hebt. Want hier heb je bijvoorbeeld een foto van jezelf helemaal aan de rechterkant getouwd. Heb je slecht uitgeknipt, maar whatever, dat maakt niet heel veel uit. Maar waar het om draait is dat je nooit een foto echt helemaal aan de rechterkant moet douwen. Je moet altijd echt in het midden doen wat opvalt. Snap je wat ik bedoel? Want ik kon gewoon hier overheen kijken en ik zag nauwelijks je fucking foto van jezelf. Snap je? Dat viel me pas op het laatste moment op. En dat hoort niet. Je foto moet echt bam. In het begin moet het zo bam. Moet het zo opvallen, snap je? En daar moet je echt even voor zorgen ten eerste, man. 100% moet je dat fixen. Gewoon even door een designer maken, weet je. Je hoeft niet zelf te maken, weet je. Dat hoeft ook niet. Heb ik ook niet gedaan. Ik ben ook niet zo'n pro-designer 360 no-scope of zo. Verder, je thumbnails zien er nog oké uit, weet je. Dat kan veel beter, maar ik vind je laatste thumbnail bijvoorbeeld vind ik best wel goed gedaan. Vind ik heel goed gedaan. Dus ik ga even kijken naar je video. Dizzy Penalty Challenge, yo. Oh, je camera is wel echt heel wazig, man. Of niet soms? Ja, I don't know, man. Oh nee, hier valt het weer mee. In het begin was het heel wazig, maar...
Maar oké. Vooral vind ik het leuk dat je zeg maar twee soorten camera's hebt gebruikt. Maar als je bijvoorbeeld twee camera's gebruikt, dan hoef je niet bijvoorbeeld dit de hele tijd laten houden. Snap wat ik bedoel? Je kan afwisselen. Dus wat jij nu hebt gedaan, is je hebt bijvoorbeeld één camera hier geplaatst. En een andere camera heb je dus full screen, heb je wat groter geplaatst. Alleen je moet snappen dat je ook bijvoorbeeld dat niet doet. En dat je gewoon wisselt van beelden. Dus stel je voor, dit is camera 1. Hey. En dit is camera 2, dan wissel je van beeld. Dan doe je een soort van knipjes, in plaats van dat je gewoon dat in één keer, zeg maar, plaatst. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben, want ik zuig wel soms met uitleg. Maar verder is beschrijving en shit ziet er wel goed uit. Maar dat is misschien het idee, dat je als je bijvoorbeeld twee camera's gebruikt, dat je dus knipt, in plaats van dat je één shot gewoon de hele tijd in de video linksboven laat. Maar oké, ik hoop dat dit een langere aflevering was en dat jullie ervan hebben genoten. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Like en vergeet niet wat ik heb gezegd over die tekens. Dan zie ik jullie weer ooit.